gokken, jongens. Iedereen kan die steengat hebben, dus. Het is alsof dat hier spookt. Spookt? Ik heb de vent in Nederland, mijn gat. Merel, we willen je alleen maar helpen. Wat is hier aan de hand? Allee, leuk, jij verjaagt ervan. En je komt ons speciaal uitnodigen. Zo staat het toch op dat kaartje, ja. Echt dat Merel erin trapt. Ik denk dat als we het goed spelen, dat gaat lukken. Maar is lekker. Ja. Oh, nee, ik kan niet teruggeven, want Merel is met mijn portemonnee weg. Ja, dat is... Zeg, we kennen elkaar, love and peace. Ik heb dat wel een andere keer. Hé, ja, tada! Snoep ik hem? Wat is er gebeurd? Ik ben overvallen door een met een motto. Allee, dat meen je niet. Ik was dus wel bijna dood, hè, mama? Dat schak ze toch? Oh, ma... Wie heeft het gedaan? Ja, die is al lang weg, hè? Wat voor soort motor was het? Een hele grote. Zware. Oh nee, wacht eens. Wat dat... Oh, dat wil dan zeggen dat mijn portemonnee ook... Sorry, mama. Mama, lief. Allee, hoe kan dat nu? Tja, ik heb echt heel de buurt onderzocht zonder één enkel resultaat. Dat is wel vervelend, hè, meisjes? Jullie hadden Merel zo nodig verdenken en nu een keer blijkt ze zelf het slachtoffer te zijn. Als wij Merel niet hadden verdacht, dan had ik daar de hele juni achteraan gestuurd en dan hadden we ook niet ontdekt wat dat was overkomen. Dus als ik van u was, dan zou ik maar heel, heel rustig doen. Ça va, het is goed. Ik zwijg al. Dus, ik laat de hele juni terugkomen? Ja. Oké. Het is toch in de verste verte geen motor te zien. Maar gasten, we kunnen Merel nu niet in de steek laten, hè? Sophie, wij zijn skills, remember? Oké, die is al goed. Camille, jij en ik, we gaan naar die dief zoeken. Quint en Lara, jullie blijven hier en we sturen de beelden door van zodra we daar zijn. Oké? Ik denk het niet. Een winnerrip. Huh? Hoezo? Politiebericht. Oud vrouwtje. Ook dan nog. Angel verhelst. Yep. Er zijn al twee slachtoffers. Hè? We moeten ons echt haasten. I'm on it. Camille? Oké, Quinten. Dus Merel werd overvallen in de Regulierstraat. En die andere vrouw werd overvallen in de Orelstraat. Oké. Geen patroon.
Zit jij het? Ik zal nog eens voelen. Er gaat een overval gebeuren. Wat? Ja, een overval. Ja, maar wanneer? Ja, Camille, nu. Waar gaat er een overval? Camille, nu. Er gaat een overval gebeuren. Waar gaat het gebeuren? Nee, het is niet. Sophie! Sava? Heb je pijn gedaan? Nee, ik weet... Camille! Camille, blijf daar! Ik bel de politie. Kom, mee, kom. Ja. Vinden? Wat? Heb je pijn gedaan? Nee. Kom hier. Ja, jij bent een goeie gij. Ja, sorry, ik weet wel dat u bij de politie bent, maar ik zou gewoon willen dat jullie mijn portemonnee zoeken. En? Wat zeggen ze? Ja, dat er niet veel kans is dat ze hem nog gaan terugvinden. Alle agenten zijn ermee bezig en er is juist nog een jong koppel aangevallen. Ik... Ja, sorry hoor, excuseer. Ja, ja, nee, ik begrijp het, ja. Het is niet veel kans dat ik mijn antas nog ga zien, ja. Nee, bedankt voor de moeite, hè. Ja, dag. Ja, Mereltje, wat nu, hè? Zeg, het is wel mijn verjaardag, hè? Heel grappig verhaal. Ja, wij waren aan het wandelen. Ja. En toen... Toen kwamen wij tegen van voor de deur. Voor de deur lag de chocos. Ja. Dat is grappig. Merci. Ik ben zo blij dat ik ze terug heb. Mama, geen tijd om te kletsen. We gaan beginnen. Mama, ik was iets wat hier voor de deur stond. Oh, mijn portemonnee is er nog in. Dat is mooi. Beste vrienden, dankjewel allemaal om naar mijn verjaardagsparty te komen. En ook bedankt voor alle cadeautjes en bloemetjes. Maar ik heb ook een verrassing voor jullie. Een hele grote verrassing. Benieuwd waar ze nu mee gaat uitpakken. Ik neem namelijk ook met mijn eigen band, Rock School, deel aan Battle of the Bands. Ik wil jullie dan ook zeer graag mijn nieuwe nummer voorstellen waar ik deze wedstrijd zeker mee ga winnen.
toch altijd gezegd. Skills is gewoon super slecht. Dus gooi maar alle platen weg. Dat blijft niet duren. Ja, dat is ons nu. Want nu komt Rock School aan het woord. Is je slecht? Het is gestoord. Lekker luid, zodat je het hoort. Tot bij de buren. Ik vraag me af, wat is er aan zoiets banaals? In godsnaam zo speciaal. Ik kijk nu maar eens goed. Ik weet wel hoe het moet. Zij zijn toch maar Suus en zo. En ik steel de show. Ja, kijk nu maar eens goed. Toon je hoe het moet. Zij zijn toch maar Suus en zo. En ik steel de show. Eindelijk, want dat is fair. Een superrijke miljonair met sterallure. Want nu komt er ook school aan het woord. Het is geweldig, het is gestoord. Lekker luid, zodat je het hoort. Tot bij de buren. Hier is het laatste nieuwtje. Skills is gedaan. En Rock School komt eraan. Dus kijk nu maar eens goed. Die mail echt onderschat, hè? Die heeft gewoon echt ons nummer gespeeld, hè? Gestolen, ja. Emiel vertelde dat het een verrassende avond was. Ja, dat zal wel. Zeg, dat is waar. Oeh. Doen jullie ook mee aan de Battle of the Bands? Ah ja, natuurlijk. Mijn nummer. Een nummertje zelf geschreven door mijn snoepje. Ik ben er zeker van dat zij die partituur gestolen heeft. Dat kan niet anders. Ja, dus Merel heeft hier ingebroken. Ja, en als hij hier ingebroken heeft, dan heeft ze een Skills logo zien liggen op de grond. Ja, en wat hebben wij in de hand als Van Bieke gestopt? Oh, damn. Goed gedaan, Tulle. Als we niet oppassen, dan is het gedaan met Skills. Het is Bieke. Die is hier al heel de dag reclame aan het maken voor Battle of the Bands. Ja, maar dat is toch goed? Dan gaan de mensen zeker op Skills stemmen. Nee, dat is hem juist. Merel doet mee aan Battle of the Bands. Zijn die Hollanders tegen Skills? Wat? Ik heb alle foto's en artikels verzameld en in mijn systeem gestoken. En daaruit blijkt dat de persoon die wij zoeken, dat die echt wel weet waar hij mee bezig is. Waarom was die steen weg? Zonder die steen zijn wij niks, hè? Als wij onze gaven hebben gekregen door die steen, wil dat dan zeggen dat de persoon die nu de steen heeft, dat hij ook gaven heeft? Ja, ik hoop het niet, ik hoop het echt niet. Nee, ik weet het allemaal niet meer. Zeg. Ik weet één ding. Er is maar één manier hoe dat we kunnen vinden wie dat gedaan heeft. De steen terugvinden.